Goedenavond, welkom bij Ter Zake. Hoe zeker zijn we van een warme winter en kunnen we dat wel betalen? Premier De Croo pleit voor een Europese aanpak tegen Russische dreigementen in. De premier is onze gast. Legal abortion on demand! This decision must not stand! Het Amerikaanse Hoge Rechtshof maakt abortus voor veel vrouwen moeilijker tot bijna onmogelijk. Een historische uitspraak. I'm absolutely ecstatic. I'm shedding tears of joy. What we need to do as women, organize, don't agonize, organize. We are the majority. We just need to come up. We bespreken hoe het zover is kunnen komen en wat de gevolgen zijn in de praktijk met Amerika-kenner Laila Frank. Het is vrijdag 24 juni. Dit is Ter Zake. De Russische president Poetin zet nu volop gas in als wapen tegen Europa vanwege de steun aan Oekraïne. Meteen schakelt Duitsland naar alarmfase 2. Er wordt gedacht aan het heropstarten van steenkoolcentrales en de Europese leiders zoeken koortsachtig naar manieren om de winter warm en betaalbaar te houden voor ons burgers. Een stresstest om u tegen te zeggen. Lauke van den Driessen. We hebben in Duitsland een storing der gasversorgung. Daher ist es erforderlich, diese Alarmstufe auszurufen. Bleiben die verschiedenen anderen Szenarien und Sie sehen, hier ist die Nulllinie, hier sind die Speicher leer. Het kabinet heeft besloten om per direct de productiebeperking voor kolencentrales voor 2022 tot en met 2024 in te trekken. En dat betekent dat kolencentrales weer op vol vermogen mogen draaien in plaats van het maximum van 35%. Sie haben heute vereinbart, zwei Jahre nach dem Ende der Stromerzeugung aus Kohle das Kraftwerk Mellach in der Steiermark wieder umzurüsten auf die Kohlestromerzeugung. Also zuerst einmal ist es wichtig, dass wir diese Entscheidung genau jetzt treffen. Het zijn uitzonderlijke tijden wanneer een groene klimaatminister komt vertellen dat de steenkoolcentrales weer opengaan. Of wanneer Duitsland de alarmfase voor gasbevoorrading afkondigt. De volgende fase is gasrantsoenering. Al hoopt de Duitse klimaatminister nog luid op dat het zover niet hoeft te komen. Ik kan nur zeggen, hoffentlich niet. Denn dat is een politisch scenario waar het keine richtigen Entscheidungen mehr gibt, sondern vielleicht nur weniger falsche. Duitsland heeft zich, net als heel wat andere Europese landen, in het verleden enorm afhankelijk gemaakt van Russisch gas. België staat er binnen Europa relatief goed voor. Slechts 4% van ons gas komt uit Rusland. Maar op de Europese top in Brussel pleit premier De Croo uitdrukkelijk voor Europese solidariteit. Als we nu niet ingrijpen en als we nu niet als één blok als Europese landen gaan werken, ja, dan denk ik dat je wel geconfronteerd zou kunnen worden met een winter met nog eens hogere prijzen en misschien zelfs met tekorten. En dan zal de vraag zijn, ja, komt er een Europese solidariteit op gang? Gaan lidstaten die wel voldoende gas hebben, zoals België, dat wel willen leveren aan Duitsland? Gaan wij bedrijven afsluiten om Duitse bedrijven te kunnen draaiende te houden? Gaan gezinnen een gasverbruik moeten verminderen? Gaat elk land dat evenveel doen? Het is natuurlijk ook de Russische president Poetin die dit wapen misschien wel gebruikt tegen de Europese Unie om landen tegen elkaar uit te spelen. En bij ons in de studio, premier De Croo, welkom. Een gaswapen dat wordt ingezet om de Europese Unie uit elkaar te spelen, is dat een reëel gevaar volgens u? Wel, Rusland zal alles doen om Europa te destabiliseren. Dat doen ze met de oorlog in Oekraïne, maar dat doen ze ook met economische maatregelen. En het gebruik van energie is overduidelijk voor Rusland vandaag één van de manieren om Europa te destabiliseren. Naast desinformatiecampagnes, naast wat ze geprobeerd hebben met illegale migratie via Wit-Rusland naar Litouwen. Ja. Dus Rusland heeft een heel brede, lange termijn strategie om ons te destabiliseren. En hier gebruiken ze overduidelijk een economisch wapen. Ja. Twee kanten daaraan. Bevoorradingszekerheid gaan we het zo over hebben. Maar ook die prijzen die door het dak gaan. Kunt u daar eigenlijk iets aan doen? Want veel geld is er niet.
Ja, landen zoals ons land hebben maatregelen genomen. Bij ons gaat dat over ongeveer 4 miljard aan maatregelen die we genomen hebben om de factuur te doen dalen, plus de automatische indexering. Vorige week de OESO in een rapportage over ons land zei: in ons land zijn burgers beter beschermd dan in andere Europese landen. Maar ja, daar kan natuurlijk ook maar zoveel rek op zitten. Op een bepaald moment blijf je tussenkomen, maar ja, het onderliggende probleem los je daar natuurlijk niet mee op. En het onderliggende probleem echt bij de wortel aanpakken, ja, dat kan je enkel doen met Europese landen samen. Ik zeg dat niet enkel nu, ik zeg dat al maanden. Ja. Maanden geleden waren Spanje en België de enige twee landen die op dat moment zeiden: kijk, je moet dat gemeenschappelijk aanpakken. Je moet dat doen. Een plafonnering van de prijzen bijvoorbeeld. Wat twee elementen. Hè? Dus één element is een gemeenschappelijk aankoopplatform. Sinds twee weken is dat er nu eindelijk. En dus de gasaankopers in Europa die kunnen via dat platform gaan aankopen in de wereld en vermijden dat wij tegen elkaar gaan opbieden. Mm-hmm. Dat is natuurlijk het probleem. Iedereen is op zoek naar gas. En is er genoeg gas om te kopen, zelfs al heb je zo'n platform? Wel, er is veel gas in de wereld, maar je moet dat natuurlijk doen via LNG. Dus dat zijn schepen met vloeibaar gas. Die moet je contracteren. Je hebt havens nodig waar men dat opnieuw kan omzetten. Daar heeft ons land natuurlijk een bijzonder groot voordeel. Wij zijn een echt doorvoerland. En wij komen niet echt in gevaar omdat er zoveel gas voor Europa via ons land binnenkomt. Dat gemeenschappelijk aankoopplatform dat is er eindelijk sinds twee weken. Een ander instrument is nog inderdaad... Nog even bij dat platform, als ik mag. Want ik had begrepen dat een aantal grote landen, Duitsland, Frankrijk en zo, al zelf contracten en contacten aan het afsluiten zijn en aan het leggen zijn. Hoe stabiel is dat platform? Wel, het is zo dat een aantal landen de voorbije maanden eerder aarzelend waren ten opzichte van een gemeenschappelijke aanpak. Bijvoorbeeld Duitsland. Ja, laat nu juist die landen die het meest aarzelend waren, dat zijn degenen die vandaag de grootste slachtoffers zijn. Duitsland. Dus die zijn nu mee aan boord? Ja, die is eigenlijk, dat is een wake-up call geweest voor onze Duitse vrienden, maar eigenlijk voor iedereen. Dat die landen die dachten, wij lossen dat hier wel alleen in ons hoekje op. Ja, die landen die komen in zeer grote problemen. En uiteindelijk zijn wij als België relatief goed beschermd op het gebied van toevoer van gas. 4% komt uit Rusland. Voor ons is dat eigenlijk verwaarloosbaar. Maar het indirecte effect kan voor gans Europa en dus ook voor ons land zeer groot zijn. Namelijk? Als Duitsland bijvoorbeeld zou moeten beslissen, de helft van hun gas komt uit Rusland, om een deel van hun industrie stil te leggen of te vertragen. Ja, de economische impact voor Europa die is gigantisch. Ja. En ook voor ons land. En dus, want kan er dan beroep gedaan worden op ons land bijvoorbeeld, ook op ons land, om Duitsland bij te springen met gas? Wel, dat was mijn pleidooi vandaag. Is we gaan dit alleen oplossen als we een zeer doorgedreven coördinatie hebben tussen de verschillende landen. En Ursula von der Leyen heeft na de top vandaag aangekondigd dat er een soort energy steering board komt die zeer frequent al de experten van de verschillende landen gaat samenbrengen. En waar men gaat coördineren. Waarover gaat dat precies? Eigenlijk, als je de winter goed wil doorkomen, dat doe je door tijdens de zomer de juiste voorbereiding te treffen. Het is voorraden aan te leggen. Het is bijvoorbeeld tijdens de zomer dat men voorraden aanlegt. Ja, als wij de voorraden in gans Europa versneld willen doen stijgen, ja, als landen met elkaar samenwerken, dan kunnen we daar wel in helpen. Hè. Dan kunnen we dat goede afspraken maken. Dan kunnen we kijken, onze industrie, misschien kunnen we ook een aantal zaken verschuiven tijdens de zomer om ervoor te zorgen dat er meer gas doorkomt. Minder verbruik dan, bijvoorbeeld. Dus je kan heel veel coördinatie doen met elkaar. Onderhoud van elektriciteitscentrales kan je meeschuiven. Als je dat tijdens deze zomer goed voorbereidt, dan zullen we ervoor zorgen dat we deze winter goed beschermd zijn. En dat, maar dat voorraad moet nu gebeuren. Dat moet nu gebeuren. Ja. Het is goed dat de Europese Commissie dat opgepikt heeft en gezegd heeft, kijk, vanaf volgende week gaan we dat eigenlijk centraal aansturen. Mm-hmm. Omdat, laat dat duidelijk zijn, als er één land is dat onderuit gaat, namelijk dat haar activiteiten moet verminderen of stilleggen, ja, dan gaan we allemaal samen onderuit. Ja, dus we zijn als gemeenschappelijke belang. We zijn zo geïntegreerd dat zelfs als we zouden kunnen zeggen, voor België is dat niet zo erg. Onrechtstreeks is de impact voor Europa en ook voor ons land. Maar kunt u garanderen aan wie kijkt, aan de burgers, dat die solidariteit of samenwerking of solidariteit, als het echt tot het uiterste gedreven wordt door Poetin, dat dat niet ten koste gaat van de burgers
in België, van de bedrijven in België? Wel, er zijn wat men noemt afschakelplannen. Ja. Maar in mijn ogen is dat plan B. Plan B is, je hebt niet genoeg. En dan is er een volgorde waar men ervoor zorgt dat natuurlijk burgers pas heel laat geraakt zullen worden. Maar voor mij gaat het vandaag niet over plan B, het gaat over plan A. Mm-hmm. En plan A is, hoe zorgen we ervoor dat we niet in een situatie komen van tekort? En dat is perfect mogelijk om dat te vermijden. Maar dan moeten we nu, voor de aanvang van de zomer, daar wel mee bezig zijn om ervoor te zorgen dat we in de winter voldoende voorbereid zijn. Ja, en Rusland te snel af zijn, als het ware ook. In dat verband even tussen haakjes. Er wordt nog altijd onderhandeld met Engie op dit moment. Hè. Kernenergie zou misschien ook een uitweg kunnen bieden in het hele energieplaatje, volgens sommigen. Hoe ver staat het daarmee? Dat gaat nog altijd door op dit moment? Kernenergie zal een deel van de oplossing zijn. En gelukkig dat we die beslissing genomen hebben om die reactoren te verlengen. Beeld u in dat we die beslissing niet zouden genomen hebben, dan zouden we in een zeer moeilijke situatie zitten. Weet je, de situatie waar Duitsland vandaag in zit, die haar kerncentrales wel heeft gesloten en die eigenlijk vandaag geen oplossing meer heeft, behalve kolencentrales. Ja. Maar het is nog niet helemaal rond met Engie, voor alle duidelijkheid. Er is gezegd, het zal tot na de zomer zijn. Uw coalitiegenoot, meneer Boucher van MR, heeft gezegd, ja, als het eind zomer niet geregeld geraakt is, dan moet het naar het parlement. Eigenlijk heeft hij er weinig vertrouwen in, denk ik, dat u en mevrouw Van der Straeten. Ik weet niet of een onderhandeling met een energieleverancier of dat in het parlement zoveel efficiënter zal lopen. Waar hij een punt heeft, is tegen het einde van de zomer moet dat natuurlijk uitgeklaard zijn. Het zijn onderhandelingen die wel goed lopen, maar waar er natuurlijk bijzonder veel op de tafel ligt. Maar laat kan het duidelijk zijn. Einde zomer? Ja, voor einde zomer moet dat duidelijk zijn op welke manier we dat organiseren. Maar laat dat duidelijk zijn. In het Europa van vandaag en de komende 10 jaar is het niet deze technologie of de andere technologie. We gaan alles nodig hebben. We gaan alles nodig hebben, veel hernieuwbare, veel kernenergie en voor een stuk ook de kernenergie van de toekomst, waar we in ons land ook in gaan investeren. En een stukje gas om tegemoet te komen aan bepaalde noden. Maar het zal alle hens aan dek zijn in de komende, in de komende jaren. Nog heel kort even, omdat we ook veel naar Duitsland hebben verwezen, vanzelfsprekend. Daar loopt de campagne om de burgers aan te zetten tot het meewerken aan het minderen van energieverbruik. Er is in ons land een campagne geweest, Ik heb impact, van april tot mei. Sindsdien niet veel meer van gehoord. Zou u daar een tandje kunnen bijsteken, moeten bijsteken? Bent u daar te bezadigd? De grootste impact hebben we natuurlijk door te investeren zelf in hernieuwbare energie. Als men zonnepanelen heeft, dan is dat een stuk elektriciteit die je niet nodig hebt. Als die graad minder of trager rijden, dat gaat het verschil niet maken massaal. Dat heeft natuurlijk een impact, maar dat is eerder marginaal als je dat vergelijkt met zonnepanelen, een warmtepomp, beter isoleren of een elektrische wagen gebruiken. Dat zijn zaken die een echte impact hebben. Daar hebben we in ons land zeer veel in geïnvesteerd. Zeer veel mensen hebben zonnepanelen. Zeer veel mensen hebben geïnvesteerd in isolatie. En op het gebied van de windmolens op zee zijn we een van de beste in de wereld. Daar gaan we nog een zeer forse uitbreiding doen. Okay. Dus naast de maatregelen die je neemt die voor een stukje defensief zijn ten opzichte van een soort energieaanval die we ondergaan, heb je natuurlijk een fundamentele hervorming waar alle Europese landen zich totaal aan het losmaken zijn op een onomkeerbare manier zijn we ons aan het losmaken van fossiele brandstof en vooral van Russische fossiele brandstof. Maar dus nog een transitieperiode waar we nu middenin zitten. Absoluut. Blijft u even zitten, we praten zo meteen voort. Want als energie al een steeds zwaardere kostenpost is, wat dan te denken van de vergrijzing, het klimaat, defensie, ga zo maar door. België staat voor enorme uitgaven en torst tegelijk een enorm tekort. En dit was schuld. Het geld is op, benadrukt de hoofdeconoom van VOCA. Pieter-Jan de Smet sprak met hem. Als u een foto zou trekken van onze begrotingstoestand, wat zou u dan zien op die foto? Die zou er op dit moment vrij somber uitzien. We zitten met een tekort van 26 miljard euro, al onze overheden samen. Dat is natuurlijk al vrij extreem. Als ik deze grafiek bekijk, dan zijn we echt wel het lelijke eentje, hè? België. Ja, inderdaad. We zijn op weg naar het slechtste begrotingstekort van alle industrielanden. En dat is natuurlijk een ongezonde situatie. Er wordt natuurlijk ook wel vaak gezegd, het gaat nu heel moeilijk, maar dat komt door corona en door Poetin. Ja, inderdaad. Die coronacrisis en die Oekraïne-crisis heeft natuurlijk wel een impact gehad op onze begroting.
Maar wat we zien in de cijfers en alle vooruitzichten gaan daarheen, is dat we na deze crisis nog altijd met zo'n groot begrotingstekort zullen blijven. Andere landen zie je dat wel wat verbeteren. Hoe komt dat eigenlijk dat het in België minder goed loopt dan in andere landen? Wij staan er inderdaad duidelijk slechter voor dan de meeste andere Europese landen. Wat er bij ons is, is dat wij de crisis aangepakt hebben niet enkel met tijdelijke steunmaatregelen die dan na de crisis weer verdwijnen, maar ook toch wel een aantal structurele beslissingen genomen hebben. Hogere minimumpensioenen, hogere lonen in de zorg. En dat zijn uitgaven die we ook na deze crisis zullen moeten blijven betalen. En ten tweede, nog belangrijker, wij zijn niet goed voorbereid op de uitdagingen die op ons afkomen. De cijfers liggen niet natuurlijk. Veroudering van de bevolking kost op termijn 20 miljard euro per jaar extra. Overheidsinvesteringen 10 miljard per jaar. Defensie, de 2%, kost ons ook 5 miljard per jaar. De premier kijkt mee. Welk begrotingsrapport zou u hem geven? Waar deze regering vooral het verschil had kunnen gemaakt hebben, en misschien nog altijd kan, is met structurele hervormingen. Arbeidsmarkt serieus hervormen, pensioenen serieus hervormen, dat kan echt onze overheidsfinanciën op lange termijn een pak gezonder maken. Maar voorlopig wachten we daar nog altijd op de eerste resultaten. En dat ziet er niet zo heel positief uit. Er wordt veel gefocust op de crisis, en terecht, maar er wordt veel minder gefocust op dat moet uiteindelijk allemaal wel betaald worden. En ik heb de indruk dat daar eigenlijk de rekeningen doorgeschoven worden nu al naar de volgende legislatuur. Ja, premier, geen al te florissant rapport. Korte termijn ingrepen, noodzakelijk, maar toch, de rekening wordt eigenlijk doorgeschoven naar later. Ja, de pijnpunten van de begroting in ons land, diegenen die er waren voor de crisis, ja, die pijnpunten die zijn natuurlijk niet verdwenen na 2 jaar van zeer zware crisis. Zoals aangegeven, covid-crisis, nu energiecrisis, waar we zeer veel tussenkomsten gedaan hebben. En eigenlijk de tussenkomst die we gedaan hebben, zijn altijd tijdelijke maatregelen geweest. Dat heeft veel geld gekost. Daarvan zegt ook de OESO, België heeft dat eigenlijk toch op een zeer efficiënte manier gedaan. Daarmee hebben we ons economisch weefsel kunnen beschermen, hebben burgers ook goed kunnen beschermen. Maar het fundamentele probleem, namelijk het feit dat de activiteitsgraad in ons land te laag is, het feit dat de carrières te kort zijn in ons land, ja, daar zijn stappen gezet voor de crisis. Tijdens die periode van crisis, ja, zoals alle Europese landen, zijn we natuurlijk met andere zaken bezig geweest. Hè. Toen ging het echt over overleven. En voor een stukje is dat vandaag nog altijd zo. Maar dat moet je wel verder aanpakken natuurlijk. Ja. En dan komt u met een arbeidsdeal bijvoorbeeld, die al een paar keer is gepasseerd. Pensioenhervorming is dan nog niet van op tafel gekomen. Maar laat mij misschien toch even drie... Voor mij zijn daar drie elementen die belangrijk zijn. Eerste punt, veel belangrijker dan werkloosheid, is wat men noemt arbeidsongeschiktheid. Dus dat zijn mensen die langdurig ziek zijn. Het budget arbeidsongeschiktheid is intussen een stuk groter dan het budget werkloosheid. En dus op arbeidsongeschiktheid, daar hebben vorige regeringen heel vaak hun tanden op stuk gebeten. Deze regering is de eerste die daar met een echte hervorming gekomen is. Een hervorming van Frank van den Broeke samen met Pierre-Yves Dermagne, waar voor de eerste keer iedereen op zijn verantwoordelijkheden wijzen. Ja, en de werkgever, en de artsen, en de mutualiteiten, en de werknemer. Waar je eindelijk met een heel concrete aanpak komt om mensen opnieuw naar een job te leiden. De impact daarvan die is veel groter dan ingrepen te gaan doen in de werkloosheid. Wat is een budget dat eigenlijk bijna ondertussen 2 keer zo groot is. Eerste element, fundamenteel. En is ook iets wat een groot verschil zal maken. Tweede element, arbeidsdeal. Arbeidsdeal inderdaad heeft wat tijd genomen om het helemaal precies te kunnen uitwerken. Maar ook daar, we werken in die domeinen waar we pijnpunten hebben. Pijnpunten zijn knelpuntberoepen, waar we er niet in slagen om die tienduizenden vacatures ingevuld te krijgen. Een gebrek aan wat men noemt interregionale mobiliteit. Werkloosheid in West-Vlaanderen zeer laag, in Henegouwen zeer hoog. Werken we met een systeem van premies om mensen aan te zetten om van de ene regio naar de andere te gaan. Investeren in opleiding en zorgen dat je werken attractiever maakt. Voor een stuk minimumlonen dus stijgen. Het verschil tussen werken en niet werken. Dat is op langere termijn wel een kost natuurlijk. Ja, maar dat maakt het verschil tussen werken en niet werken groter in dat domein waar we het vaak het moeilijkst hebben. Ja. Jobs ingevuld te krijgen. En dan laatste luik, en dat zijn volgens mij de drie grote luiken, is pensioenhervorming. Correct. En pensioenhervorming die er nog niet is, hè? Is in mijn ogen iets wat we voor het zomerreces moeten afwerken. En voor 21 juli. En dat gaat over één prioriteit.
dat is ervoor zorgen dat mensen effectief langer gaan werken en niet terechtkomen in bijvoorbeeld langdurige ziekte of niet terechtkomen in brugpensioen. En daar werk je op een aantal factoren. Eén daarvan is flexibiliteit. Een tweede daarvan is ervoor zorgen dat mensen die keuze maken om langer te werken, dat dat zich beter weerspiegelt in hun pensioen. Maar dat moeten we pensioen. Dus nog zien, want dat is er op dit moment niet. En ondertussen zit u wel in een regering met coalitiepartners die met allerlei dure wensen komen en plannen. 6,5 miljard euro koopkrachtplan van de PS. Ecolo zegt 30.000 startkapitaal voor mensen tot 25. Kost 4 miljard per jaar. MR-voorzitter Boucher had het over een basisinkomen van 1.000 euro voor iedereen. De permanente verlaging van de BTW op elektriciteit, noem maar op. Snappen uw coalitiepartners dan niet hoe pijnlijk de situatie is financieel? Ik kan niemand tegenhouden als partijvoorzitters leuke ideetjes hebben, maar ik volg u wel in de redenering dat het vandaag daar het moment niet voor is. Vandaag zitten we maar niet u moet in wel situatie... met hen samenwerken en hun ministers moeten wel de voorstellen doen die nodig zijn om dan concreet iets aan de situatie te veranderen. 26 miljard begrotingstekort. Maar al die zaken die u daar vermeldt, ik heb daar nog geen enkele van op de regeringstafel gezien en ik ga die ook niet op de regeringstafel laten komen. Daar zijn de middelen niet voor en dat zijn ook niet de maatregelen die vandaag gaan naar de echte pijnpunten. En de werklust van de coalitiepartners in de regering is wel duidelijk dan, in tegenstelling tot die van de voorzitter. En als je kijkt naar de voorbije weken, de voorbije dagen, zijn we erin geslaagd om een aantal beslissingen in elkaar te nemen. En zijn er ook een aantal beslissingen die nu klaar zijn om genomen te worden. Het is normaal dat je in de regering soms een periode hebt waar dossiers voorbereid worden. Dat was de voorbije maanden zo. En nu beginnen dossiers te komen en worden die afgeklopt. En ik stel vast dat deze regering heeft twee grote prioriteiten. Ten eerste is mensen beschermen in hun veiligheid. En ten tweede is ervoor te zorgen dat ons land welvarend kan zijn. Dat mensen kansen krijgen, dat mensen een job hebben. En dat mensen hun koopkracht beschermt. En hun koopkracht wordt het best beschermd door een job te hebben. Dat zijn de prioriteiten van deze regering. Over die koopkracht? En we slagen daar ook in. Als je over kijkt die naar koopkracht? De... U hebt al een aantal, als ik even mag, verwezenlijkingen opgesomd. Die zijn genoteerd. Maar over die koopkracht wil ik toch nog even teruggrijpen naar gisteren, waar dan opeens bleek dat er zijn koopkrachtmaatregelen, maar en er is de index, maar de belastingschalen worden niet geïndexeerd, waardoor eigenlijk meer belastingen naar de staat vloeien ten koste van die koopkracht die ogenschijnlijk geleverd wordt. En N-VA, oppositiepartij, had het over een verdoken belastingverhoging van 1,5 miljard onder een liberale premier. Die indexering van belastingschalen die gebeurt gewoon met een andere timing dan de klassieke indexering. En in principe is dat geen probleem, omdat natuurlijk in principe heb je een indexverhoging één keer per jaar of één keer om het jaar en een half. Vandaag zit je natuurlijk in een zeer uitzonderlijke situatie. Ja. Die indexverhogingen, laten we dat natuurlijk niet onderschatten, die worden wel betaald. Hè. Die worden betaald door werkgevers, die worden betaald door overheden als het gaat over ambtenaren, als het gaat over pensioenen en over uitkering. Dus maar in die decalage, wordt daar iets aan gedaan? Wordt dat teruggestort met terugwerkende kracht of zo? Natuurlijk, als je kijkt naar de ingrepen die we als overheid gedaan hebben, we hebben een tussenkomst in totaal van meer dan 4 miljard gedaan in de energiefactuur. Die tussenkomst in de energiefactuur die gaat niet enkel naar mensen die in de problemen zitten. Dat is zo voor het uitgebreid sociaal tarief. Maar de verlaging bijvoorbeeld van de BTW op energie van 21% naar 6%, dat is wel een belastingsverlaging. Dus belastingsverlagingen hebben we er heel veel gedaan ten voordele van de bevolking. En terecht, op een moment als nu, moet je massief kunnen tussenkomen. Hier heb je inderdaad een tijdseffect, want het is eigenlijk voornamelijk een tijdseffect. Ik ben zeker bereid om binnen de regering daarnaar te kijken en om te kijken op welke manier je daar het meest doeltreffend mee omspringt. Maar in de situatie die we zitten en in de budgettaire krapte die we hebben, moeten we kijken naar maatregelen die tijdelijk zijn en die zo doeltreffend, die zo gesibleerd mogelijk zijn. Brede maatregelen die iedereen een heel klein beetje geven, die hebben eigenlijk weinig effectiviteit. Maar toch, tot slot, u bent een liberale premier. Komt u daarmee genoeg uit de verf, vindt u? Want je zou de indruk kunnen krijgen, dit is een linkse regering, met u dan aan het hoofd als liberaal. Nee, hoor. Ondertussen blijft dat tekort, blijft die staatsschuld stijgen. Waarom zouden uw kiezers nog voor u stemmen dan? Dit is een centrumregering. En op een moment van crisis is het eigenlijk ook wel logisch dat een centrumregering degene is die
in de cockpit zit. En ja, dat is juist. Ik ben degene die in de cockpit zit. En men mag van mij bijzonder veel verwachten. De lat ligt hoog. Er is geen enkele regering vandaag in Europa die het gemakkelijk heeft. Absoluut geen probleem daarmee. Als het stormt, dan moet men zijn verantwoordelijkheid nemen. Maar ik ben ook niet bezig met ganse dagen naar mijn navel te kijken. Wat van mij verwacht wordt, is dat ik oplossingen bied. Deze regering leidt ons land op een rustige, op een standvastige manier door een zeer moeilijke periode. Dat is wat men van mij mag verwachten. En hoe de kiezer daar achteraf zal naar kijken. Laat ons eerst door de storm gaan. Laat ons eerst tonen dat we op de juiste manier ons land kunnen leiden. Dat we dat doen op een niet-conflictueel, op een rustige manier, op een doordachte manier, niet emotioneel. En na de storm zullen mensen een oordeel geven. En dan is het aan hen te kiezen. U wacht af. Oké, premier Alexander de Croo, dank niet voor af. De komst. Ik neem maatregelen. Het oordeel wacht u af. Dat begrijp ik. Nee, dat was duidelijk. Dank voor de komst. Met plezier. The Supreme Court has just issued. The justices handing down the highly anticipated ruling on abortion and the fate of the landmark Roe versus Wade decision. Bottom line, Roe versus Wade is overruled. There is no constitutional right to an abortion in this country anymore as of today. I'm absolutely ecstatic. I'm shedding tears of joy. Stop the courts and the legislature! Stop the courts and the legislature! This decision must not stand! This decision must not stand! I'm trying not to cry because I don't want them to get an image of me crying. I knew it was coming. What we need to do as women, organize, don't agonize, organize. We are the majority. People in this country need to stand up now. The health and life of women in this nation are now at risk. I know so many women are now going to face incredibly difficult situations. I hear you. I support you. I stand with you. The consequences and the consensus of the American people, core principles of equality, liberty, dignity, and the stability of the rule of law demand that Roe should not have been overturned. This decision must not be the final word. Na 50 jaar is het recht op abortus niet meer gegarandeerd in de VS. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof geeft Amerikaanse staten het recht om abortus te verbieden door een eerdere uitspraak terug te draaien. In 1973 oordeelde het Amerikaanse Hoge Rechtshof in de zaak Roe versus Wade dat abortus toegelaten was tot op het moment dat de foetus levensvatbaar is buiten de baarmoeder. Meteen gingen de tegenstanders in het verweer. Tientallen jaren doordacht campagne voeren heeft vandaag tot het door hen gewenste resultaat geleid. Thomas de Graaf. Good evening. In a landmark ruling, the Supreme Court today legalized abortions. The majority in cases from Texas and Georgia said that the decision to end a pregnancy during the first 3 months belongs to the woman and her doctor, not the government. January 22, 1973 would be an historic day. Bijna 50 jaar geleden verklaarde het Amerikaanse Hooggerechtshof in de zaak Roe versus Wade dat de beslissing om een zwangerschap te beëindigen een persoonlijke beslissing is van de vrouw en door de grondwet beschermd wordt via het recht op privacy. The newly liberalized abortion law brought immediate reaction. De uitspraak was voor sommigen een doorn in het oog. Op de eerste verjaardag van het arrest wordt voor de eerste keer de March for Life gehouden. The reason I'm here is because babies are being killed in our hospitals and clinics. I can't tolerate it. America can't tolerate it. De anti-abortusbetoging werd sindsdien elk jaar gehouden in Washington D.C. De beweging groeide. No one gave us the right to fight God. No one gave us the right to fight God. Er werd een strategie opgezet om de beslissing in Roe versus Wade terug te draaien. Over de jaren werd het anti-abortusstandpunt steeds belangrijker onder conservatieven. Een deel van de strategie was om politici verkozen te krijgen die nieuwe anti-abortuswetten uittekenden. The purpose of this news conference is to unveil the Abortion Control Act of 1989. Wetten die vervolgens werden aangevochten in rechtbanken omdat ze ingingen tegen de uitspraak in Roe versus Wade.
Maar dat was de bedoeling. By a vote of 7-2, the court agreed to uphold 3 of 4 restrictions on abortions in Pennsylvania. Een ander deel van de strategie was conservatieve rechters te benoemen, van de lagere rechtbanken helemaal tot in het federale hooggerechtshof. Years ago, that idea that we would focus our energies and our strategy on a Supreme Court strategy was met with a lot of scoffing because it just seemed so hard. De afgelopen jaren vielen alle puzzelstukken in elkaar voor de pro-life beweging. The justices that I'm going to appoint will be pro-life. Door sluwe politieke manoeuvres van de Republikeinse Partij en wat geluk kon Donald Trump 3 nieuwe rechters benoemen. Tijdens de hoorzittingen voor hun benoeming lieten ze nog uitschijnen respect te hebben voor het precedent dat Roe v. Wade had gezet. It has been reaffirmed many times over the past 45 years, as you know. So a good judge will consider it as precedent of the United States Supreme Court, worthy as treatment of precedent, like any other. Maar voorstanders van abortus hielden hun hart vast voor de toekomst van Roe versus Wade. Kavanaugh! Kavanaugh! Say no to Kavanaugh! We say no! We say our body, our choice! En hun vrees bleek terecht. The future of abortion rights took center stage at the U.S. Supreme Court. Later this year, the justices will take up a major case involving Mississippi's attempt to ban most abortions after 15 weeks of pregnancy. So the question is, can the states ban abortion before viability without violating the Constitution? Het Hooggerechtshof zal zich nog maar eens buigen over een beperking van het recht op abortus. En deze keer hebben de conservatieve rechters een stevige meerderheid. Wat dat zal betekenen voor Roe v. Wade, bleek begin mei. We have huge breaking news tonight. The political landscape rumbling loudly tonight after the explosive leak of a draft Supreme Court opinion. In the leaked document, Justice Samuel Alito writes in part, Roe was egregiously wrong from the start. It is time to heed the Constitution and return the issue of abortion to the people's elected representatives. Abortion will now be regulated at the state level, meaning it is not going to be illegal, probably in most states in the United States. It is hard not to feel angry, troubled, and deeply disturbed about what overturning Roe would do to women across America. Na de uitgelekte ontwerpuitspraak werd overal in het land luid geprotesteerd. I just wondered at what point our country became a country where people's voices weren't heard anymore. The majority of Americans are for pro-choice. Uit peilingen blijkt ook dat 64% van de Amerikanen niet wil dat het arrest wordt teruggedraaid. Al zijn er grote verschillen tussen Democraten en Republikeinen. Maar protesten en cijfers hebben niets uitgemaakt. De abortuswetgeving zal staat per staat verschillen. 13 staten hebben zogenoemde triggerwetten, die automatisch van kracht worden nu de uitspraak van het Hof is gevallen. In totaal zal het recht op abortus in 26 staten worden beperkt of bemoeilijkt. De strengste wetten komen in Texas en Oklahoma, waar abortus vanaf 6 weken wordt verboden, met weinig of geen uitzonderingen op die regel. This court is illegitimate. De gevolgen van deze uitspraak zullen voelbaar zijn voor miljoenen vrouwen, vooral uit minderheidsgroepen of lagere sociale klassen. En we gaan erop door met Laila Frank, journalist en Amerika-kenner. Goedenavond, mevrouw Frank. Welk verschil zal het nu concreet maken voor die miljoenen vrouwen die abortus willen, dat die beslissing nu bij de staten ligt? Nou, heel concreet dat het uitmaakt in welke staat ze zelf wonen of ze überhaupt toegang hebben tot abortus. We weten nu dat in ongeveer 26 staten de toegang tot abortus of verdwijnt of heel sterk wordt ingeperkt. Dus dat betekent dat het voor de vrouwen in die staten heel veel moeilijker wordt om een abortus te verkrijgen. Zo niet onmogelijk. En je zal ook zeker zien dat voor de vrouwen die het kunnen betalen, voor de vrouwen die geld hebben, zal abortus altijd beschikbaar blijven omdat ze naar een andere staat kunnen gaan. Maar voor heel veel vrouwen is dat gewoon niet mogelijk. Mm-hmm. U hebt journalistiek onderzoek gedaan naar onder meer de anti-abortusbeweging in de VS. Kunt u nog eens zeggen, hoe is dit kunnen gebeuren en wat zijn eigenlijk de argumenten ook van de rechters van het Hooggerechtshof?
Nou, het is een lange termijn strategie geweest van de anti-abortusbeweging. Eigenlijk, hè, vanaf het moment dat Roe versus Wade werd uitgesproken 50 jaar geleden, is daar weerstand tegen geweest. En over de afgelopen 50 jaar heeft die anti-abortusbeweging een hele sterke organisatie gebouwd. Die heeft een maatschappelijke organisatie gebouwd, een beweging eigenlijk, een medische beweging, een politieke beweging en een juridische beweging die eigenlijk overal waar je komt in het land zich presenteert. En je ziet ook dat in de afgelopen, eigenlijk tijdens het presidentschap van Donald Trump, heeft die beweging enorm veel vleugels gekregen. Juist omdat president Trump 3 rechters kon benoemen die positief stonden tegenover het terugdraaien van Roe versus Wade. Dus het is een lange termijn strategie geweest die er altijd op gericht is om die uitspraak terug te draaien. Nou, nu is het zover gekomen. En het argument dat het Hoge Rechtshof aanhangt is eigenlijk: abortus komt helemaal niet voor in onze grondwet. En daarmee heeft het grondwettelijk eigenlijk geen recht. Dat wil niet zeggen dat wij de grondwet niet kunnen gebruiken om rechten te beschermen die daar niet in voorkomen. Alleen abortus is er daar niet één van, omdat die rechten die wij willen beschermen onder de grondwet ook, als ze niet letterlijk genoemd worden, een historische en traditionele geschiedenis moeten hebben in onze cultuur. Abortus is er daar niet één van, oordeelt het Hof. Dat is dus het oordeel van het Hof, de redenering van het Hof ook. Opvallend toch, als je weet, het staat ook in de reportage, dat de meeste mensen in de Verenigde Staten blijkbaar niet wilden dat abortus op deze manier geschrapt werd. Nou ja, dat is ook een van de kernvragen op dit moment. Hoe kan het toch dat een minderheidsopvatting toch nu wordt opgelegd aan de meerderheid van het volk? Overigens ligt het iets genuanceerder. 6 op de 10 Amerikanen wil niet dat Roe v. Wade wordt teruggedraaid. Maar dat geldt met name voor het eerste trimester. Als je kijkt naar het tweede trimester, dan neemt dat alweer een beetje af. En slechts 2 op de 10 Amerikanen vindt dat je in een derde trimester nog een zwangerschap zou moeten afbreken. Dus het ligt iets genuanceerder. Maar nog steeds is het zo dat een meerderheid van de Amerikanen deze uitspraak in elk geval niet wilde. Mm-hmm. Wat kan er nu nog gebeuren? Is het dit nu voor de komende 50 jaar, bij wijze van spreken? Kunnen er nog inperkingen in de persoonlijke sfeer volgen? Of kan hier ook nog iets tegen ondernomen worden? Nou, in deze samenstelling van het Hof zal abortus niet ineens op een andere manier beoordeeld worden. Dus die strijd lijkt op dit moment gestreden. Dan is het aan de Staten om daar een verruiming in te brengen, of aan de Amerikanen om ander type politici te kiezen die uiteindelijk een ander type rechter in het Hoge Rechtshof zal benoemen. Tweede deel van uw vraag, hè, bestaat er een gevaar dat ook andere rechten onder diezelfde argumentatie eigenlijk worden teruggedraaid of worden herroepen? Nou, die angst leeft er en dat komt ook omdat een van de rechters, van de conservatieve rechters, ook nog een eigen opinie heeft uitgedaan en daarin zegt hij: onder deze argumentatie zouden we ook een aantal andere rechten opnieuw moeten bekijken, waaronder het recht op anticonceptie, het goede woord kwijt, maar ook bijvoorbeeld het homohuwelijk. En kan er nog iets tegen ondernomen worden, zoals het nu is, of is dit het finale? Is er geen manier meer om abortus mogelijk te maken of makkelijker toegankelijk? Ik heb begrepen dat president Biden daar nog iets over gezegd heeft. Nou ja, wat Biden heeft gezegd is: ik roep iedereen, alle Amerikanen op om naar de stembus te gaan om politici te kiezen die ruimhartig zijn als het gaat over het recht op abortus. Die dat wel toestaan. Maar dan heeft hij het met name over de tussentijdse verkiezingen die er aankomen in november, waarin Amerikanen opnieuw een congres kiezen en voor een deel opnieuw een senaat kiezen. Maar aan dit besluit van dit Hoge Rechtshof in deze samenstelling kan ook president Biden niks doen. Oké, Laila Frank, heel hartelijk dank voor de uitleg. En daarmee hebt u heel ter zake gehad. Een heel fijn weekend gewenst en heel graag tot maandag. We'll be right back.